Bos en Joachim en Anderson. Anderson met de kop al en die gaat erin. De eerste keer dat ze in het 16 meter gebied verschijnen van Coutinho, maar het is gelijk raak. Dit is zowaar een kans. Als hij doorloopt, Willy Gaan krijgt nog een duwtje en hij scoort. Nee, het is Kenny Anderson, de schot. Die dat duel wint van Smos. Jozefsson kan ver komen, zet die bal voor en daar is de 1-0 voor RKC. En het is de debutant Kenny Anderson die scoort. Iedereen staat stil. Lieder, Anderson, het kan terug naar Lieder. De bal gaat er terug naar Mart Lieder, die dan niet tot de schot komt. Peppe gaat aan de linkerkant, ja, van Peppe krijgt de bal op maal mee. Het gaat terug naar Anderson, Anderson en een goede redding van Johnson, zeg. Hij gaat naar mij. Joachim voor de goal. Lamai doet het heel slim. Oh, en bijna is het 1-0 voor RKC. Wat gelukkig mee, maar is van Rosales verlost. Krijgt dan te maken met Gutierrez. En hier de kans voor RKC. En dan is er gefloten door Higler voor een hensbal. Hensbal van Anderson. Beter gezegd, Anderson moet je zeggen. Hij heeft een Schotse vader. Maar die heeft dus een... uitstekend gevoel voor wanneer hij in het 16 meter gebied moet verschijnen. Dat was in de eerste helft ook wel een keer het gaan mij. Goed werk van Anderson. Kastelen. Snelheid is uit de tegenaanval. Maar dat kan natuurlijk nog altijd, want hier combineren ze uitstekend. Er komt de kans voor RKC. Te gemakkelijk liggen, hier is niets aan de hand. Joachim, terugleggen op Anderson. Goede aanname van Anderson. Ontdoet zich daarmee van Flederis. Apau komt ook mee op. En voor de goal is... Anderson. Anderson, Kastelen op snelheid kans. RKC, dat zou wat zijn zeg. Guano. Bal ineens doorgegeven en daar is wel Joachim. Maar op tijd Latschman. Als een uitwedstrijd zou dat zijn. Of zitten ze alsnog meer in? Anderson. Probeert het, ja, Anderson, oh, oh. Ja, ook de mensen hieromheen dus. De goals zijn Joachim en Anderson. Anderson met de kop al en die gaat erin. Het is 0-1 voor RKC. Voor de eerste keer dat ze in het 16 meter gebied verschijnen van Coutinho, maar het is gelijk raak. En moet Van Dijk de lange bal hanteren in de richting van Joachim. Het hoofd van Wormgoor. Anderson. Anderson in duel met Van Aren. Anderson wint dat duel, kan ook uithalen. Opvallende rol toch voor Kenny Anderson in het eerste kwartier. Dan komt hier de counter van RKC met Joachim en Anderson die ook mee is. Beugelsdijk moet haasten, want hier is Anderson. Anderson kan het beslissen. Anderson het stiftje en de goal voor RKC. Het is 0-2 en daarmee lijkt het beslist in de 82e minuut. Beugelsdijk is nu de spits ingestuurd door Maurice Stijn. Dat betekent wel dat er natuurlijk ruimtes gaan vallen. Zoals hier, Joachim, geen buitenspel. En Anderson staat alweer klaar. Joachim, gaat hij het zelf doen of kiest hij voor Anderson? Hier is Anderson en de hoek is te krap. Zie ik hier aan de linkerkant wijzen dat hij de bal wil hebben. Maar Park wordt verdedigd en goed verdedigd. Dus zou RKC weer eens een keer kunnen komen. Daar is hij weer. Snow, Snow, Snow! Joachim, Duits. Goed paasje op Anderson. Neemt er wel een goed mee. Anderson, Anderson. Ja, appel voor Hens. Leek mij ook even dat Anderson die bal met de hand meenam. Althans de een onder en de ander boven. Kastel en het paasje op Anderson. Anderson op Joachim, meteen uithalen. Nou, die kan het ook nog. De wedstrijd was een snel antwoord binnen een minuut. Nu houdt de Ridder de bal lang bij zich. Moet hij Kastelen nu geven. Anderson, Luiter aarzelt. Aarzelt, het is 3-1. Utrecht gooit in 2 minuten tijd de wedstrijd weg. Nee, het kan RKC. Als überhaupt al een bal heeft gehad. Nu zou dat wel moeten. Het ligt helemaal open opeens. RKC, de eerste kans. Is hij meteen raak? Ja hoor, dat is onwaarschijnlijk. Maar wel heel knap uitgespeeld. En dan doen ze het dus weer. Tegen een topploeg in een uitwedstrijd. En daar is Anderson weer aardig vrij. Ach, het schot is nu te zwak. En nu had hij niet...
Kastelen, mooi verlengd, de Ridder. Achterlangs. Eerste mogelijkheid voor RKC via Kastelen, die zit er wel in. Kenny Anderson. Namens RKC Waalwijk, dit is de Ridder. De Ridder vindt het gaatje, maar vindt ook Courto. Letschert, Anderson. Anderson op het dak van het doel. Anderson. Ja, de voorkant voor Kastelen. Snow, Anderson, de Ridder, de Ridder. Ja, de Ridder! Voor de wellicht laatste mogelijkheid van RKC voor rust. En voor de verandering vanaf de linkerkant. Dat doet hij goed en dat is een goal. Nee, dat is geen goal. Goede redding nog van Nordveld op de inzet van Anderson. Ja, dit is zowaar een kans. Als hij doorloopt, Willinga krijgt nog een duwtje en hij scoort. Het is Jesse Willinga. Nee, het is Kenny Anderson, de schot.